Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe video. Deze video wil ik intappen en boodschappen inzicht geven voor lichtwerkers die al reeds bezig zijn met hun missie neer te zetten, met hun spirituele onderneming neer te zetten. En gaan we kijken van wat is de boodschap dat zij op dit moment mogen horen, wat gaan verder zal helpen op dit moment. Gaan we zien. Ga natuurlijk straks de kaarten uitleggen en goed leggen. En zoals hij weet, laat ik me altijd leiden naar de manier waarop dat dingen moeten gebeuren. Misschien heb je ook een specifieke vraag waar je mee bezig bent. Dan is het goed om die in je achterhoofd te houden terwijl je kijkt naar de reading. Ja, dank u. Zo, dan eventjes terug aan de kant leggen. En wat krijgen we dan? De eerste kaart die we hadden was Orange, Connection and Attunement. Oké, dus hetgeen wat ik onmiddellijk hierbij zie, de reden waarom je nu ergens tegenaan loopt, vragen rond hebt, is omdat je niet volledig in afstemming bent met je ziel. Wat ik zelfs hoor, is dat je eigenlijk op dit moment wat te veel in actiemodus zit en te veel in do-modus zit. En dat je dus veel meer mag gaan afstemmen op die vrouwelijke energie. En daarom krijgen we hier ook die wake-up call. Luister en take note. Er staat niet take action, take note. Luister naar de boodschappen die je doorkrijgt en noteer die. Maar laat die natuurlijk ook ontstaan. Bijvoorbeeld, wanneer ik doorheen mijn neerzetten van mijn spirituele onderneming, dan had ik nooit kunnen bedenken dat mijn onderneming op deze manier zou werken zoals dat nu staat, de structuur dat nu is. Maar op het moment dat ik de boodschap kreeg om een e-book te gaan schrijven, ben ik dat e-book gaan schrijven. Op het moment dat ik geleid werd om bijvoorbeeld het groepstraject die nu verbonden is met de vlammen, dat kreeg ik al door in 2018. Maar op het moment dat ik dat wou gaan vormgeven, dan voelde ik niet wat het was, dan wist ik niet wat het mocht zijn, over wat zou het dan gaan. En dan maar pas nadat mijn boek geschreven en gepubliceerd werd, eigenlijk net ervoor, voordat het gepubliceerd was, maar dus dat wel volledig af was en enkel nog dus publicatie en dergelijke en de redactie, dan hoorde ik van mijn team van, oké, Lindsay, nu ben je klaar om aan het groepstraject te werken. Waarom? Omdat het groepstraject moest verbonden zijn en afgestemd zijn op het boek. Dus dat zijn de stappen waarin dat je mag leren luisteren en dat je niet constant voortdurend dingen moet gaan doen. En daarom is aardsengel sandalfond ook voor jou. En het is heel mooi te zien, hier is 22, hier is 11. Dus het is goed mogelijk dat je ook een tweelingvlam bent. Of dat je een bepaalde missie hebt naar tweelingvlammen of naar, naar het ondersteunen van het uitbalanceren van mensen in zichzelf. Is hetgeen wat ik hoor. En dus aardsengel sandalfond is op dit moment bij jou. Aardsengel sandalfond is eigenlijk de omgekeerde. Omgekeerde. Eigenlijk de spiegeling van aardsengel Metatron. Dus dat is eigenlijk dit stuk die hier afgebeeld wordt. Aardsengel Metatron is eigenlijk de bovenste. De aardsengel die het dichtste tegen de bron aan zit qua energie. En dus aardsengel Sandalfon helpt ons om de dingen die we in energie voelen, die we doorkrijgen via onze afstemming, via het luisteren naar onze leiding als team, via de zachte boodschappen die we krijgen, helpt die dat te gronden. Maar dus je ziet zoals dat hier, dat vraagt ook een enige tijd. Dus het vraagt dan om af te stemmen, om in verbinding te zijn met de bron. En om het dan via de verschillende sefirot, dus via de verschillende bollen die je hier ziet staan, dus de sefirot is de naam van deze bollen, wanneer dat gaat over de Tree of Life, om dat tot in het fysieke te brengen.
Met andere woorden, het ontstaat altijd eerst in energie. En dan pas wanneer dat energie is, dan pikken we het op als een idee, als een boodschap. Maar als jij niet afgestemd bent om te luisteren naar die energie, en waarom is het oranje? Oranje is verbonden met die creativiteit, verbonden met ons tweede chakra. Dan ga je het ook niet kunnen ontvangen. Want dan is er geen doorstroom van het hogere naar beneden. En daarom kregen we ook als laatste kaart. Ik wil die nu eventjes zo schuiven. Als laatste kaart ook liefde, relaties en harmonie. En dat is hetgeen dat we daarnet ook weer kregen. Er is op dit moment geen harmonie tussen boven en beneden. Geen harmonie tussen energie en de realiteit. Geen harmonie tussen je hoofd en je hart. Je zit te veel in je hoofd. Je bedenkt veel te veel dingen. Je zit veel te veel vast in de structuren van hoe een bedrijf zou moeten gaan. En veel te weinig in het energetische. Dus take a step back. Lay down. Back off. Wat dat ook maar is. Dat je wilt. Op welke manier dat ik het wel moet uitleggen. Maar focus nu in eerste instantie op jezelf. Laten we zien wat we extra nog mogen meegeven voor de lichtwerkers op missie die op dit moment nu even vastlopen of informatie willen ontvangen. Aartsengel Raphaël is op dit moment bij jou, omdat jouw eigen healing op dit moment nu prioriteit vraagt. Dus als je even vastzit en je hebt bijvoorbeeld de toestroom van klanten is minder, bijvoorbeeld, of het lukt niet zo goed om wat dan ook te gaan doen, weet dan dat jou gevraagd wordt om dichter te stappen. Kijk, wat krijg je hier ook? Lichtwerker. Dus mocht je nog niet voelen en begrepen dat je lichtwerker bent, dan is dat weer een bevestiging. Wat hebben we nog? Engel van de aarde. Ja, dat is ook weer een ding. Wij zijn heel vaak, zeker als tweelingvlammen, maar ook als lichtwerkers, zijn wij reeds in eenheid en energie. Maar we zijn op het moment door die incarnatie zijn we dat vergeten. Dus herinner wie dat je bent, maak die afstemming weer en dan ga je zien dat eigenlijk het veel gemakkelijker is om dingen aan te trekken. Deze kaart kan ook betekenen dat jij zelf ook een healer bent en dat je dus in je healende krachten mag gaan stappen. Wil dat dan zeggen dat je echt hand op hand healingen moet gaan geven? Nee, want healing gebeurt op verschillende manieren. Bijvoorbeeld ook via boeken, via muziek, via jouw creatieve dingen dat je gaat gaan creëren. Maar wat vraagt het van jou om jezelf vrij te maken van gehechtheden? Gehechtheden aan bepaalde overtuigingen. Gehechtheden aan van, ja, maar een bedrijf runnen moet op die manier gaan gebeuren. Kijk, als je dingen doet. Al is het nu maar zelfs heel eenvoudige boekhouding. En dat is niet een afstemming met wie dat jij diep van binnen authentiek bent. En van wat dat je ziel voelt dat mogelijk is, dan gaat dat voor jou niet gaan stromen. Dan hou je die stroom tegen. En dat is hetgeen wat ze nu heel hard willen op benadrukken. Van ga in die, ga in die flow, ga in die, in jouw eigen healing nog dieper om jezelf los te maken van volledige hechtingen. En nog meer in te tappen op die vrouwelijke energie, om van daaruit jouw bedrijf, jouw spirituele onderneming verder te kunnen vormgeven en je lichtwerkerswerk te kunnen gaan doen. Oké, 1, 2, 1, 2. Voor het volgende hebben we drie groepen. En je kiest naar welke kaarten je toe aangetrokken wordt. Want daar gaan de boodschappen die voor jou van toepassing zijn, het meeste liggen. Wacht, hè. Eén, twee. Oké, daar zijn ze. Dan hebben we. Ik zal ze wat mooier leggen. Dat was de eerste, de tweede en de derde. Dus we gaan ze eventjes zo leggen en met de eerste beginnen. Voor de eerste groep, Let It Go en The Oracle's Gift. Wat ik hier onmiddellijk zie, is hier ook de driehoek die mij laat verbinden met de vrouwelijke energie. Het is belangrijk om alle teugeltjes los te laten en maar echt, zeker als je nu deze groep gekozen hebt, de eerste kaarten gekozen hebt,
om nog veel meer los te komen van controle, van structuren, van willen gaan dingen plannen. Brainstormen is het ergste wat je kan doen als spirituele ondernemer. Maar laat het los en dan ga je zien dat het universum boodschappen naar je toe brengt. Die verbonden zijn met je hart en die echt gedragen worden vanuit je hart. Die echt gedragen worden vanuit je passie. Maar dat vraagt ervoor om even achterover te gaan leunen, een tas koffie of thee te nemen en gewoon te zijn. Te zijn zonder meer. En dan ga je zien dat geven en nemen veel meer in balans gaat komen. Dat je voor al de dingen die je doet, de waarde die je geeft, dikkel en dubbel en dik gaat voor vergoed worden. De tweede groep, wat kregen we? A tall tale. En a powerful move. En dat lag ondersteboven en ik voel ook dat het hier ondersteboven lag. En ik zie ook onmiddellijk waarom. Hier zie je het symbool van de mannelijke energie. En hier zie je het schaakstuk. Wacht, even naar beneden laten zien. Voilà. Daar. Dat is de vrouwelijke energie. Dus ook hier weer hetzelfde. Je hebt te veel gefocust op die mannelijke energie. En dat heeft jou uitgeput. Dat heeft ervoor gezorgd dat ongeacht het mooie verhaal dat je hebt en de mooie visies die je hebt, die ook waarheid zullen worden en die ook zo gaan komen en die ook heel veel overvloed gaan brengen, dat is de reden waarom dat ze er nu nog niet zijn. En dus jouw sleutel naar jouw volledige wereld, de sleutel naar het manifesteren van je dromen, ligt dan ook in het feit met veel meer verbinden met die vrouwelijke energie. Veel meer contact maken met de leiding die je krijgt, de boodschappen die je doorkrijgt, de connectie met je hogere zelf en met je ziel. En dat gaat voor jou dan, dus ook hier weer een zeskaart, weer die geven en nemen veel meer in balans brengen. En de laatste, voor het derde paal, is opening to discovery en een deep breath. Dus ook hier zie je weer hetzelfde. De sleutel voor jou om naar je Walhalla te komen, om naar je paradijs te komen en om eigenlijk uit die donkere nacht van de ziel te komen, wanneer dat gaat over je spirituele onderneming en je lichtwerkerswerk, ligt hem in de rust, ligt hem in het naar binnen gaan, ligt hem in het stuk van overgave. Wanneer hebben we hier twee keer zeven, zeven kaarten? Zeven kaarten zijn, zeven bedoel ik, is samen met 3 en 12 zijn de bouwstenen van het universum. Dus bij jou, en ik word geleid om 7-7 op te zoeken. In mijn boek, daarvoor heb ik onder andere Angel Numbers van Kyle Gray. 7-7. Ja, 7-7 is prepare for the best. Good news is coming and positive changes are unfolding. Of als je geen Engels kent, bereid je voor het beste. Good news is onderweg. En positieve veranderingen zijn zich aan het ontvouwen. Maar het vraagt van jou om die ruimte te maken om het naar binnen te laten komen. Dus jouw focus moet nu liggen op rust, op zelfzorg. Op dingen doen dat je leuk vindt om te doen. En om weg te stappen van alle dingen die jou zorgen maken en angsten geven. Want wanneer dat je vanuit angsten en zorgen dingen gaat gaan doen, zet je dat neer vanuit de verkeerde frequentie. En dan ga je automatisch ook de verkeerde dingen gaan aantrekken. En dat is niet de bedoeling. Oké, dan gaan we zien welke energie dat nog behulpzaam gaat zijn. Ik ga misschien drie kaarten, dus voor elke groep, dus afhankelijk van wat je daarnet gekozen had, 1, 2 of 3. Of misschien heb je meerdere gekozen. Maar dat is dan ook hier, 1, 2 en 3. Dat is de kaart voor groep 1, alsjeblieft. Dat is de energie voor groep 1, dus we kunnen samenwerken. Op mijn website kan je ook transmissies aankopen. En daar staat er ook een op, balanceren van de mannelijke en de vrouwelijke energie. En ik raad aan, als je die nog niet gedaan hebt, of je hebt nog geen trajecten gevolgd waarin ik jou dat gegeven heb, om dat zeker te volgen. Het gaat jou op dit moment heel behulpzaam zijn. Voor groep 1, Courage. En werk samen met deze kleur, dus de robijnrode. En aartsengel Haniel. Dat is ook te maken met die let it go, de onderste chakras, veiligheid. De tweede groep, Serenity en aartsengel Shamuel. Dat is meer de violette vlam, violet met zilvergroene kleur en ook dezelfde kleur voor de derde groep. Maar daar gaat ook weer de bevestiging van die nieuwe begin in, die nieuw begin.
Dus tweede groep, focus ook op het sereen houden van je gedachten. Want dat, ja, hier, dat heb ik hier ook gezegd. Dat, focus op het positief en hou je visie. En denk enkel positief erover, want dat ga je ook uiteindelijk creëren. Zo, dat was de boodschap voor deze video. Ik hoop dat jullie mochten inzicht in brengen in op welke manier dat je volgende stap of wat dat je eigenlijk nu mag gaan doen. Letterlijk niks dus. Dat was de grootste lijn voor de meesten. Dus eigenlijk veel meer focus op je afstemming en jouw alignment met jouw ziel en met je hogere zelf. En van daaruit ga je dan veel meer en moeitelozer dingen gaan creëren en mensen gaan aantrekken die echt bij jou passen en die dus jou niet uitputten. Als je daar dus meer wilt over leren, op welke manier je dat kan gaan doen, op welke manier je dan funnels en dus eigenlijk al de mannelijke structuren zodanig kan gaan opzetten dat het inderdaad vanuit die feminine flow komt, dan raad ik jou aan om het spiritueel ondernemerstraject te gaan volgen. Ik ben het op een iets andere manier aan het vormgeven, zodanig dat mensen gelijk wanneer kunnen binnenstromen. Dus als je daar interesse in hebt, zou ik zeggen, stuur mij een mailtje en dan gaan we eens kijken of jij inderdaad op dat moment klaar bent om dat jaartraject te gaan volgen, om je daarin te begeleiden. Nu, dat was het voor vandaag. Ik wens je een fantastische dag en tot in de volgende!